Zo, hallo allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van mijn Feyenoord carrière. Welkom, welkom. En we gaan er weer een mooie aflevering van maken, want we gaan onder andere de bekerfinale spelen hier zo tegen Utrecht. Daarna gaan we nog een competitiewedstrijd spelen tegen Twente. En daarna toch wel weer iets heel belangrijks, want we spelen de halve finale van de Champions League tegen Bayern München. Dus dat is leuk. Mocht je nieuw zijn op het kanaal, vergeet dan zeker even niet te abonneren. Like de video sowieso even, want ja, daar word ik gewoon heel gelukkig van. Ik heb een blauw shirt aangetrokken, dus druk op dat blauwe duimpje onderaan. Word ik heel blij van. Jongens, heb ik ook nog even een vraagje aan jullie. Vinden jullie het leuker als ik ook hoogtepunten, gewoon gemiste kansen en dergelijke in de video verwerk? Of is alleen de goals goed? De laatste tijd doe ik eigenlijk bijna altijd alleen maar de goals en niet meer de grote kansen. Ik ben even benieuwd wat jullie daarvan vinden. Willen jullie dit zo houden, alleen de goals? Of hebben jullie ook liever dat ik grote kansen erin verwerk? Houdt wel in dat de afleveringen langer worden. Daardoor misschien ook wat saaier. Maar goed, dat is natuurlijk aan jullie. Jullie moeten er naar kijken. Ik maak ze met alle plezier natuurlijk. Maar het is voor jullie natuurlijk ja, om te kijken en om het leuk te houden. Hier zie je onze opstelling hoe wij FC Utrecht gaan bestrijden. Dat is de beker die gewonnen kan worden. Het ziet er niet helemaal uit als de echte KNVB-beker die is goud tegenwoordig. Hè? En Feyenoord heeft hem natuurlijk gewonnen. Jongens, echt Feyenoord. Dus gefeliciteerd nog. Duimpjes omhoog voor onze bekerwinst. Het was niet een hele fantastische wedstrijd, maar 3-0 winnen, bekerfinale, is natuurlijk gewoon top. Hopelijk kunnen wij dat in deze aflevering gewoon even lekker nadoen. Hier is Utrecht, de opstelling. Niet heel veel verrassingen volgens mij. En we gaan lekker beginnen. Hier zo met een ingooi. Bustos op Barco. Barco speelt op Ayoub. Ayoub met wat ruimte en tijd speelt Lozano aan. Lozano de 1-2 met Toornstra. Kan 1-op-1 op de keeper scoren. En dat doet hij natuurlijk ook. Het is Lozano met de 1-0. Jongens, wat is die man toch belangrijk. En wat scoort hij veel. Hij loopt altijd lekker vrij. Is natuurlijk berensnel. Hoewel een beer niet heel erg snel is. Maar goed, maakt niet uit. Je snapt wat ik bedoel. En hij schiet hem lekker binnen. Strak langs de keeper. Die is kansloos van zo dichtbij. En we staan 1-0 voor. Al zo snel in de wedstrijd. Vierde minuut, jongens. Dan Hiro. We gaan iets verder in de wedstrijd. 34ste minuut inmiddels. Barco. Hiro kan naar binnen. Barco, wat ga je doen? Ga je zelf schieten? Nee, hij legt hem op. Ayoub, oud Utrecht speler. En die scoort tegen zijn oude clubpie. En hij houdt zich niet in. Hij juicht gewoon uitbundig. En terecht ook. Want als je in de finale scoort, moet je gewoon juichen. Tegen wie je ook speelt. Het maakt hem ook gelukkig niet uit. Hij had wel wat geluk, bal werd nog aangeraakt, maar hij komt gewoon op Ayoubi's naam. En ja, nieuwe Feyenoorder, hè, jongens. Vanaf volgend jaar zit hij er in het echt ook gewoon lekker bij. Ik ben er blij mee, ik vind het een lekkere speler. Qua spel dan natuurlijk, hè. Niet qua uiterlijk, vooral niet van me, sorry. Maar goed, hier is hij weer aan de bal. Ayoub, Hiro, houdt even in. Gaat hem voorgeven, goor voor op Toornstra. Ook dat is een oud Utrecht speler en ook hij is blij met zijn goal. Hij juicht gewoon en terecht. Het is niet heel uitbundig, maar hij juicht wel gewoon. En het is 3-0. Toornstra ook, hij belangrijk dit seizoen met veel goals. Niet zozeer in de beker zoals je hier kan zien, want het is de eerste pas. Maar volgens mij heb ik de meeste bekerwedstrijden met mijn B-team gespeeld. Maar goed, hier Haps met een voorzet. Oh, en wie komt daar onder de bal door? Volgens mij was het Ayoub, geen idee. Bustos kan die bal oppakken. Bustos met een voorzet en die wordt ook weer weggewerkt. Toornstra hier dan, Ayoub, Kongolo. Kongolo gaat niet schieten. Vilalba met een mooi balletje op Barco. En het is 4-0, jongens. De bekerfinale. We staan gewoon 4-0 voor. En we hebben nog geen eens een uur gespeeld. Dus dat gaat hartstikke lekker. En ook Barco pikt dus het doelpuntje mee. Hier zo. Goed uitgespeeld. Vilalba hier ook. Wat een prachtige paas. Barco in één keer langs de keeper. En die is kansloos. En het is dus 4-0. Dan komen we aan het einde van de wedstrijd en besluit de scheidsrechter dat het mooi geweest is. We hebben de beker gewonnen, jongens. Net als in het echt. Gaat de beker lekker naar Rotterdam. Want ja, deze bekerfinale in FIFA wordt in de Amsterdam Arena gespeeld. Het is natuurlijk een beetje jammer, maar goed. Zo is het nou eenmaal. We spelen dus de bekerfinale in Amsterdam. Maar we nemen die beker lekker mee naar ons eigen Rotterdam. En daar is dan de uitreiking van die mooie beker. Vilalba hier ook blij natuurlijk dat hij weer een lekker prijsje gewonnen heeft. Hapsie daar al op de achtergrond. En wie gaat die cup in ontvangst nemen? Toornstra. Toornstra is de aanvoerder, dus die zal het worden. Daar gaat hij. Hij pakt hem op en hij smijt hem zo de lucht in. Hoppatee, daar gaat hij. Lekker. De eerste prijs dit seizoen is binnen. En er kunnen... Nou, de tweede eigenlijk...
Kampioen zijn we al, maar goed, de competitie zit er nog niet op. Maar goed, die schaal die hebben we al, de beker nu ook. En dan kunnen we ook de Champions League nog winnen. Hier kan je zien, we hebben 2-3 van PSV gewonnen. 5-0 van Heracles, 3-0 van Heerenveen. En nu dus 4-0 van Utrecht. De rechte bekerwinnaar. Kan je wel concluderen, denk ik. Dan, eredivisiewedstrijd. Staat niks meer op het spel, behalve de eer. En die willen we natuurlijk gewoon behouden, onze eer. We gaan tegen Twente spelen in Enschede. En dit is de opstelling van Twente met onder andere Hoijveld daar ook. Wat een heldenstad, hè, jongens. Snelheidsduivel ten top. Die staat gewoon achterin. En verder Assaidi bijvoorbeeld. Goede speler natuurlijk. Dan gaan we naar onze opstelling. Bijlo, Nieuwkoop, Van Beek, Upamecano, Malasia, Fellaini, Fransson, Schrijvers, Adama, Simon en Boetius. Simon schijn ik niet goed uit te spreken. Zoals we vaker gezegd, iemand wees mij erop. Je moet het op zijn Engels uitspreken. Dan wordt het Simon. Maar ik weet niet of ik dat ga doen. Ik ben zo erg gewend om Simon te zeggen. En ik ben toch wel een klein beetje autistisch. Zo'n heel klein beetje autistisch ben ik wel. Dus ik weet niet of mijn brein dat aan kan. Maar goed, Iro, ik hou het gewoon op Simon. Sorry man. Maar hier Simon en hij scoort de 1-0. Lekker hoor. Wat een heerlijke speler is het toch. En hij doet zijn deltje. En iedereen viert ermee. Schrijver snapt het niet helemaal. Die staat gewoon zo. De vogeltjes dansen of zo. Ik weet niet wat hij daar staat te doen. Maar hij doet zijn best. En zo is het ook. Hier is Simon goed weggedraaid. Krijgt veel ruimte. Benut hij op en top. En het is 1-0. Het is zijn 19e goal alweer dit seizoen in de Eredivisie. Hè? Dat wel te verstaan. Dan Boetius hier op Fransson. Fransson op Fellaini. Fellaini naar Nieuwkoop. Nieuwkoop. Ja, we krijgen alle tijd en ruimte om te combineren. Simon wordt weer aangespeeld. Draait weer weg. Helemaal alleen op keeper. En het is 2-0. Jongens, wat is dat toch een heerlijke speler. En dan gaat hij weer. Ook Malasia, die snapt het niet helemaal. Die staat daar ook weer de vogeltjes dansen doen. Maar het maakt niet uit. Als je maar blij bent en als je hem maar viert, dat is natuurlijk het belangrijkste. Hier alweer die twee verdedigers, allebei het bos in. En Simon profiteert optimaal en het is 2-0 op deze 20e alweer. En we gaan gewoon lekker door, want hier is Fellaini. Fellaini krijgt weer ruimte op Simon. Simon, jongen, wat doe je? Schiet weer de verre hoek en hij scoort zijn hat-trick in de eerste helft allemaal nog steeds. Het is niet te filmen, dus doet hij het zelf maar. Simon, wat een held. Hij scoort gewoon een hat-trick in één helft. En ja, er wordt ook eigenlijk heel veel in de weg gezeten, hè? Want Twente doet niet echt zijn best om die bal af te pakken, heb ik af en toe het idee. Nou ja, dan moeten we er maar van profiteren ook. 21ste goal inmiddels. Dan tweede helft hier Adama. Adama op Schrijvers. Schrijvers op Simon. Ja, en ik zei het al net. Ik ben een klein beetje autistisch. Ik kan niet zo goed tegen veranderingen. Dus Simon scoort gewoon lekker zijn vierde. De enige man die scoort deze wedstrijd. En gewoon vier keer. Jongens, wat een beest is dat toch. Heerlijk spelen om in je team te hebben. Is snel, loopt goed vrij, is behendig. Kan goed schieten, zoals je hier kan zien. Mooi in de kruising. En, nou ja, goaltje nummer 22 inmiddels alweer. Die zal wel topscorer worden. Kan toch bijna niet anders. Dan, hier houdt Twente aan het einde van de wedstrijd. Krijgen een corner. En die werken wij niet heel goed weg. En het is 1-4. En zo krijg ik weer een goal tegen uit een corner. Net als tegen ADO. Ja, ik ben niet zo goed in corners verdedigen blijkbaar. Kan er niks aan doen. Simon, man of the match. 4 goals natuurlijk gemaakt. Schrijvers 2 assist. Fellaini 2 assist. Dus die ook goed bezig. Zo, van een boertje dwars. Lekker boeien. 1-4 gewonnen, 4-1. En terecht. Gaan we door naar die mooie Allianz Arena. Jongens, zeker in het donker. Ik vind het een mooi stadion. En daar gaan wij spelen tegen Bayern. Bayern dat met Neuer, Kimmich, Süle, Boateng. Hummels, Alaba, Tolisso, Vidal, Mkhitaryan hebben ze gekocht. Son hebben ze gekocht. Rodriguez en Lewandowski. Dus twee nieuwe buitenspelers. Ribéry en Robben zijn een beetje exit, denk ik. Mkhitaryan en Son dus beide uit de Premier League naar Bayern gekomen. Dan gaan wij natuurlijk met ons beste elftal. Lafont, Bustos, Sint-Juste, Hoogma, Haps, Kongolo, Ayoub, Barco, Toornstra, Villalba en Lozano. Daar gaan wij mee spelen. Hier ook dan. Bustos. Speelt hem op Villalba. Villalba draait weg. Heeft wat ruimte. Villalba gaat weer naar binnen. Geeft hem op Lozano. Maar Kimmich zit daartussen. Mkhitaryan pikt die bal op. Vidal dan hier ook. Toornstra goed gejaagd. Pakt die bal af op Lozano. Lozano gaat de 16 binnen. Krijgt wat ruimte. Gaat hier ook zijn man voorbij. Kan geschieten. Bal wordt twee keer aangeraakt. Maar hij gaat toch de goal in. Zo maken wij een hele belangrijke uitgoal in deze halve
finale van de Champions League. En wie anders dan Lozano schiet die bal er gewoon lekker in. Jongens, wat een heerlijk moment om te scoren. Want het was een taaie wedstrijd tegen Bayern. Want die zijn wel gewoon echt goed hoor, dat kan je toch wel merken. Maar hier hebben wij een gelukje. Bal wordt twee keer aangeraakt, maar dat maakt niet uit. Hij gaat de goal in en Lozano scoort. En dat is ook de enige goal, hier kan je zien. Het was een vrij gelijk opgaande wedstrijd. En wij hebben gewonnen. Dat is het belangrijkste, zeker in een uitgoal of een uitwedstrijd is dat belangrijk. Jongens, ik ga als het goed is even een polletje doen. Laat even weten wat je vindt. Moet ik meer hoogtepunten doen of alleen de goals? Laat het even weten of via de comments of via het polletje. Laat sowieso in de comments even weten wat je van deze aflevering vond. Vind ik altijd leuk om terug te kijken. We komen aan het einde. Volgende keer dus tegen Vitesse, tegen Bayern en hopelijk dus ook de Champions League finale. Jongens, bedankt voor het kijken. Druk nog even op like en heb een fijne dag verder. Later! Hey.